Leer meer over de kracht van kaneel, afrodisiacum en meer. Leer meer over de kracht van kaneel, afrodisiacum en meer. Kaneel biedt werkelijk ontelbaar veel voordelen. Het is een antistollingsmiddel. Het is goed voor de spijsvertering en het is ook nog eens een afrodisiacum. Leer meer over deze geweldige specerij in dit artikel. Heb je wel eens gehoord over de geweldige kracht van kaneel? De geneeskrachtige eigenschappen van deze specerij worden al sinds de oudheid erkend. Kaneel bestaat uit de binnenbast van de scheuten van de kaneelboom. Deze boom groeit van nature in het zuiden van Indië, maar kan ook wel gevonden worden in Myanmar, Sri Lanka en Zuid-Amerika. Sinds het begin van de 18e eeuw wordt kaneel ook in andere delen van de wereld verbouwd. Naast de geneeskrachtige eigenschappen die kaneel heeft, is deze specerij ook een afrodisiacum. Het heeft het vermogen om het libido te verhogen en erectiele dysfunctie tegen te gaan. Leer meer in dit artikel. De genezende kracht van kaneel. Kaneel biedt niet alleen geneeskrachtige voordelen wanneer je het oraal inneemt, maar ook wanneer je het uitwendig aanbrengt kun je profiteren van de kracht van kaneel. Allereerst is het belangrijk om te weten dat kaneel goed is voor het spijsverteringsproces. Het helpt namelijk om winderigheid, braakneigingen en een zware spijsvertering onder controle te houden. Kaneel wordt ook vaak gebruikt om prikkelbare darmsyndroom te behandelen. Daarnaast helpt het om het cholesterolgehalte en de bloedsuikerspiegel te verlagen, waardoor het gunstig kan zijn voor mensen met diabetes type 2. Vanwege de slijmoplossende werking, kan deze specerij ook helpen om het ademhalingssysteem te verbeteren. Het is dan ook aangeraden bij problemen als bronchitis, hoest en verkoudheid. De ontstekingsremmende eigenschappen maken dit een goed middel om hoofdpijn en spierpijn te verzachten. Ook is kaneel van nature vrij heet en pittig. Dit zorgt ervoor dat het kan helpen om de bloedsomloop te bevorderen. Het is dan ook aangeraden om problemen met de aderen te behandelen. Mensen die last hebben van stollingsproblemen, kunnen kaneel echter beter vermijden. Vrouwen kunnen van het voordeel profiteren dat kaneel in staat is om de menstruatiecyclus te reguleren en menstruatiekrampen te verzachten. Bovendien kan het ook worden gebruikt om vaginale infecties te behandelen. De genezende kracht van kaneel reikt zelfs tot de mond, aangezien het ook gebruikt kan worden om aften te behandelen en een slechte adem tegen te gaan. Tot slot is deze specerij ook handig om voetschimmel en nagelschimmel te bestrijden, aangezien het ook antiseptische eigenschappen heeft. Kaneel als afrodisiacum. Kaneel is een natuurlijke stimulator. Hier hebben hersenfuncties als het geheugen veel profijt van. De stimulerende werking van kaneel heeft echter ook invloed op de seksualiteit. Via de heerlijke geur is het in staat om het libido van zowel mannen als vrouwen te verhogen. Door gebruik te maken van geurkaarsen of olie van kaneel en honing kun je de seksdrieven vergroten. Mannen hebben er profijt van om regelmatig kaneelthee te drinken, aangezien dit het testosterongehalte doet stijgen. En vanwege het vermogen om de bloedsomloop te verbeteren, kan dit zelfs zorgen voor betere erecties.
doordat kaneel ervoor zorgt dat het lichaam grotere hoeveelheden bloed kan pompen, zorgt het er tevens voor dat een erectie langer kan duren. Daarom is deze specerij ook een geweldig middel voor mannen die last hebben van milde erectiele dysfunctie. Kaneeltee werkt als preventief middel tegen erectiele dysfunctie. In het geval je last hebt van impotentie, raden wij aan om 3 keer per dag kaneeltee te drinken. Maar eigenlijk is het in dit soort gevallen het beste om gewoon een deskundige te raadplegen. Bovendien heeft kaneel ook een ontspannende werking, wat gunstig is, omdat in sommige gevallen stress ervoor kan zorgen dat mensen minder behoefte hebben aan seks. Tot slot kunnen infusies van kaneel helpen om het humeur te verbeteren, vermoeidheid te verminderen en het lichaam te activeren. Zodoende is het ook bevorderend voor de seksualiteit. Hoe je kunt profiteren van de kracht van kaneel: een theelepel kaneel gemengd met 1 liter water helpt om maaguitzetting tegen te gaan en vermindert darmgas en winderigheid. Thee gemaakt van kaneel en water helpt om de menstruatiecyclus te reguleren en pijn te verminderen. Als je last hebt van spijsverteringproblemen, dan zou je eens moeten proberen om 1/4 theelepeltje kaneel over je maaltijden te sprenkelen. Dit kan ook helpen om brandend maagzuur en misselijkheid tegen te gaan. Aangezien kaneel een stimulator is, is het drinken van kaneelthee een goede manier om de eetlust te vergroten. Dit helpt ook om 1 hongergevoel tegen te gaan. In het geval van bronchitis of ademhalingsproblemen kan het behulpzaam zijn om even te gorgelen met 1 infusie van kaneel en honing. Het is ook heel lekker om hier 1 beetje citroensap aan toe te voegen. Risico's bij het consumeren van kaneel: ook in dit geval geldt weer, overdaad schaadt, aangezien ook kaneel wanneer je er te veel van eet negatieve bijwerkingen kan veroorzaken. Een krachtig antistollingsmiddel, zoals we eerder in dit artikel ook al aangaven, is het eten van kaneel niet verstandig voor mensen die last hebben van stollingsproblemen of die gevoelig zijn voor bloedingen. Het is ook niet aangeraden om kaneel te consumeren vlak voor 1 operatie. Zwangere vrouwen zouden geen kaneel mogen consumeren, met name in de laatste fase van de zwangerschap. Kaneel is in staat om de bloedsomloop te bevorderen, waardoor overmatige consumptie ervan bij zwangere vrouwen kan leiden tot 1 miskraam. Verhoogt de hartslag. Deze eigenschap zorgt ervoor dat het consumeren van kaneel gevaarlijk kan zijn voor mensen die last hebben van hypertensie. Hetzelfde geldt voor mensen die last hebben van aritmie of regelmatige tachycardie. Huidirritatie: wanneer je regelmatig zeer grote hoeveelheden kaneel uitwendig aanbrengt op je huid, kan dit op 1 gegeven moment leiden tot huidallergieën. Lees ook: 8 voedingsmiddelen voor 1 zuivere huid. Contraproductief bij darmaandoeningen: kaneel is goed voor de spijsvertering. Het is echter toch belangrijk om er niet te veel van te consumeren. Grote hoeveelheden kaneel kunnen namelijk irritaties in de darmen veroorzaken.